Okay, versus. Okay, let's rather finish the topic. Kan we dat van alle vragen worden over gisteren? Ja? Dat waar ik mag zijn, zal ik doen. En waarop ik precies ging. Ja, goedemiddag. Het is zaterdag 16 november. En het is tijd voor Majowski. En deze zou vandaag ook in het teken staan van de crematie van ex-minister Lakin, Winston Guno Lakin. Hij wordt vandaag gecremeerd. Maandag jongstleden is hij overleden. En velen met ons zijn verdrietig over het heengaan van deze positieve, optimistische man die zich keihard heeft ingezet voor het land. En dit gezegd hebbende, zal ik u ook mededelen dat ik mijn naam Hans Paters is. Ik ben fiscalie voor het Tabassi Ramon Magdalinti Instituut. En ik ga het woord geven aan de Tabassi. Zijn stem is wat minder krachtig dan normaal, maar hij is er helemaal. Tabassi Ramon, het woord is aan u. Dank. Obravi, 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 tando. En dan neem ik naar een keer jammer, een keer jammer. We waren blij naar een lampje die een kram in de kram die Madai de Dama is Adama. En nogmaals, ik kreeg een herhaling van mijn stem. Wat meneer Paters zei, stem ik weer helemaal. En je ziet dat ik hier agro weer heb gewonnen. Gisteren had ik het helemaal niet. En dan heb ik toch nog een. Mensen willen about a treble, maar a bas de een beetje. Maar sani. Maar ja, a groep weer heb je dat die als je komt met een rassenschreden terug. Normaal dat zou ik misschien op een andere manier behandeld zijn. Misschien medisch of zo, dat zou nog naar akil ontsteking dan even kan dat ik noem het zo. Misschien weken voor die spin kon herstellen. Maar voor het eerst in mijn leven dat ik dat niet doe. Dus ik had er eerder geen ervaring hiermee. Maar zo sabi, deze die had hij in Bolukusamika had hij. En dan heb je pakken gelijk aan. En dus is het gewoon. Mensen zou zeggen dat je een onvoorzichtigheid geeft. En dan zijn we niet aan. Zo is het. Verboden spijs of verboden drank. Ik hoor het normaal. Ten jaren dat ik weer wil doen. We bar alles maar wan sari odi toe. Wan odi ik kan gi ala fasi. Maar in verband met heen gaan voor ex-minister Lakin. Van mijn persoonlijk en mijn eigen mening. Een heel intelligente man. En profonde. Qua zijn vak. Was een vooral buitenlandse inzichten, maar ook algemeen tegen actie van Sani. En tegen ze, wanneer dingen vastliepen meestal, dan de manier waarop die man ingewikkelde stukken kon uitleggen en aan het groot publiek weer presenteren van look, we zijn in zo'n impasse geraakt, maar dit is het, kon weinig. Konden weinig van de anderen hem daar wat dat betreft bijbenen. Een van de weinigen is bijvoorbeeld, we hebben nog gelukkig nog in ons midden, meneer Van der Sang, die bepaalde aan het SABN en vakgebied heel goed kan uitleggen. Maar meneer Zalig, ex-minister Lakin, was gewoon een top in zijn doen, een topper in zijn doen. En daarom zeggen wij van het Tabassi Ramon Magdalinti Instituut. Okoso didi okoso ba, chokoma na jeusa da sabi konto na babra duma.
De Almachtige heeft vergeven, de Almachtige heeft genomen. Zijn wil is wijs en heilig, zijn wijsheid is niet te evenaren. Laat de Heer voor hem geen rechter zijn, maar een zaligmaker. En hiermee condoleert het instituut Kunye Akata de nabestaanden met het ingaan van ex-minister Winston Gino Lakin. Winston Gino Lakin is op 64-jarige leeftijd van ons ingegaan en laat groot verdriet en een grote indruk op ons achter. Wij zijn bedroefd om zijn overlijden en onder de indruk van het leven dat hij geleid heeft, publiek en dienstbaar voor het land. Het instituut controleert in het bijzonder zijn partijgenoten van de Nationale Democratische Partij, zijn medestanders en dierbaren die hem gesteund hebben in leven. Zijn optimisten in de strijd tegen de ziekte die hem heeft geteisterd en gebroken, maar indruk op ons heeft gemaakt. Het Tabasi Ramon wint het instituut, Kunye Akata wint zijn gezin, de familie en alle nabestaanden heel veel sterkte door dit groot verlies. Dus wij nemen het met ons mee. Ik heb wel zorgen, want het zal helen, maar ja, het neemt een tijdje en het doet wel pijn. Maar Sagado doet aan de voorheid toe. Er kan niks daaraan veranderen. Dat je hebt een kromant die zei, ook zo die je kost, wat je komt naar Joza, dat zal die konto naar Babladima. De dood kan je niet, we hebben nog steeds geen middel daartegen. En dat is de Sierra. En van daaruit toch weer bij alle plasma die de eten en onnibie door. We moeten gewoon doorgaan met het leven. Daarom veel sterkte en we groeten jullie van hieruit. Jaso, Abrawadra, Tenatata, Amerika, Alassi. En ook de Akatanen die daar het werk door doen. Want terwijl Plasma Dede, de Taki in de winter en de Hitaki, Sinari en Asiperi, Trawaikom. Trawaikom boren toe, blijdschap in dat, Trasi, Troy, Friar, blijdschap in de. En bijvoorbeeld, Chieko boren die kan de zo wees wang, kom bakaleki. Meneer Lakin, ik ben bewijs, andere intelligente of speciale mensen die in de Saptaki zijn geboren op een bepaald moment die zien, bij het trouwen, ik weet. En hopelijk trouwen ze een keer precies, maar het is moeilijk voor hen als de kaliber altijd bakker. Ik wil dan hiermee alvast extra groeten onze president. De heer Delano Dees-Bouterse, Daisy Delano Bouterse, met gezin, onze vice-president, meneer Lak, Aswi Adin, en echtgenoten, en de hele regering, ondanks Asari, Akoni Nansen, toch met jou olie extra, en mi boji de Fossi, en boji dan a Ege Basha. Pabari, Odi Morofara en Go. Morofara na Kapiskoe. Odi Odi, mbay Hisana, wan lobby suteori, medekai Fenlo Sunil. Eigenlijk mkebay president wan Falok Suti, lobby Odi, en nebakam tabay hide Gama. Zoals je de Ingi Gama hier deelt, dus we deden naar Gama toen bij Juno toe woordi. Ja, dan tauwien ze nog een haika moment hij pisje aki. Eigenlijk, me condoleer ook toe des maar voor ex-minister Winston Lakin. Lek voor ons ik ba. Altijd in alibi abi dat trawai ko lek voor baset taki en trawai gue. Ai hati futru soms te ye las wansma, vooral so wansma, da a hati futru. Ma, desma wo takatap se taki, we kriya pina makandra. Dan, me wins desma, bunfur krachti, en mi sabtaka lasi disi atranga, maar wabi forgo doro mi baru alamalawang odi.
me baro tu da pena akatakondre ala den basi basi odi basi alfu meta angala de tram basi basi stikos refi amano mande ti de na studio o me bare ook tu wan lespeki odi en ala de tras masa da pe kon sukunde yepi en oh ya basi yenis sowieso we baro wa shoot odi ook tu en a ede kapte fu ook tu drape me bari wa tranga wa ala de tu ede kapte re me bar ala tu wa shoot odi tu en ya den oh ya basi mi felister basi ook tu nanga ya ome yari foyari. Dus ik kan taki kom horen even die mensen refi, maar in ieder geval basi mi fristeri ook toen aan a foyari tro voor jou en ja dat beden. Oké, okay. Die grandani en ik hoop dat je morgen jari zo meer bakken die zien, want dan laat ik er iets pro af daar, maar mensen refi ben de verrast de mensaki actin a PR voor Europa uitstekend, want sami denk je, dat kan me vergeten, maar meestal afvragen we alle momenten bij, maar a PR team voor is gewoon top en dat moeten we ze wel geven. Nicole, ja, en Hans. Nicole is daarvoor verantwoordelijk. Ja, onze PR is uitstekend, internationaal ook. En ook onze mensen van onze nieuwsbrief die doet het ook prima, Sharifa. Ja. En kortom iedereen en ook de mensen die hele team die bijstaan. We hebben soms onze trouble zo als iets groot en lager wordt. Ja. We was meteen met Oitaki. Wat de NDPN politiek is Akata en Winti. En je hebt de overeenkomst op Tunesië. Maar dat je kies Chimoro, je goed Chimoro zijn, maar dat is een dankzij waar we bij geloof in. En we blijven bij elkaar ondersteunen in moeilijke en slechte tijden. Je hebt soms mensen die toch gaan afhaken. Het is eigenlijk net een huwelijk, hè? Ja, toch mensen die gaan afhaken, ja. Maar toch ook erbij. Ja. Ik heb altijd daarmee rekening gehouden. Je bent zin aan je toalie. Oké, ik was zo dan. Ik wil u ook even persoonlijk feliciteren, maar ook mevrouw Melissa. Van hieruit wil ik u alvast hartelijk feliciteren. U hebt goed getroffen. En andersom geldt dat ook. Jullie hebben elkaar verdiend, vind ik. En ik hoop dat het heel, heel lang zo mag doorgaan. Dank u. Dan wil ik nu het woord geven aan mevrouw Nicole Hooplot. Oblao, oblao, iniman pipli di dama yesan dama. Mike madasi, madasi, madasi. Nanga nengfu saisinana kedwa manke jompong. Pika iniman pipli di dama. Be yowa okoko buzudai. Nanga nengfu nana kedwa manke jompong. Saisinana kedwa manke jompong. Na ena mes redufu iniman koko mu bentefa. Pika ena dompu grima, ena dompu grima. Da mi bara goro mama mesra lali. Nanga goro sese fafami no. Ja, dan mij ook het van kuma niet voor basi abrofi abrokama, weet je kasama, maar nou jere. Dan mij jammer dat ik ben qua bla, mij kef adamo. Goedemiddag alle luisteraars. Ten allereerste iedereen gecondoleerd met het groot verlies van de heer Winston Lakin. En... Zoals Tabassi zei, aan de ene kant is er verdriet en aan de andere kant is er plezier. Want vandaag is de begrafenis van de crematie van de heer Lakin en aan de andere kant vieren Tabassi Ramon Magnak en mevrouw Melissa hun vierjarige huwelijk. Maar ik daar niet interpreteren. Ja, er is niks te vieren. Nee. Wij bezinnen en, leven mee met het gezin. Juist. Omdat wij leven, we zijn gezond. We zijn al dankbaar dat het al 4 jaren mag zijn, ja, dat is maar we vieren niet, we gaan gewoon door met het leven. En ja,
zeg, als we vandaag zouden trouwen, dan was het wat anders. Dat is waar. Maar we leven mee met het gezin. Met de familie dat ik ken. Juist. Ik heb de zus een beetje dichterbij gekend. Via STVS, wanneer ik daar was. Ja. Dan werd ik speciaal geroepen om uit te leggen om zo namen ze dan meer kennis van. Ze hadden respect te zeggen van wat ik uit te leggen had. Juist. En dat vond ik al heel menselijk. Ja, toch? Dus vandaar. Nee, niet vieren. Maar dat weer brief van Koedappen weer. Nee, zeker niet. Nee. Er zijn belangrijke zaken die we wel afhandelen. Juist. Heel normaal. Zijn die al gepland waren, maar dat zijn dan heel gewoon belangen van mensen. Maar er is geen feest daar. Nee, absoluut niet. Het woordje vieren was dan ook niet goed gekozen in deze. Ja. Dat wil ik even te... Dan ga ik door naar de Jeyetaki. Vandaag is het Jeyetaki nummer 2 uit hoofdstuk 2, vers 5. Uku ben debi fu kunye, nasabi konto no abi abraduman. De dood was er voor de kunye, ook wel het geneesmiddel. En er is geen wijsheid ter wereld om de dood ongedaan te maken. En om dit goed uit te leggen, zal ik een stukje uit de Krisikri Somani voordragen. Ook uit hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. Toen Ananda de Anjumas, hemel en de aarde met alles erop en eraan had geschapen, stuurde hij regelmatig zijn goden, de Anjumas, richting de aarde, zodat zij zouden aanschouwen waartoe zijn wil in staat was te scheppen. Zijn macht, maar ook zijn liefde, moesten door hen aanschouwd en begrepen worden. Toen zij pogingen ondernamen om neer te strijken, ontdekten zij dat er een ajaka, een obstakel voor hen was. Maar zij konden niet uitmaken wat het precies was. Toen het hen eindelijk gelukte om neer te strijken, ontdekten zij dat het obstakel de doodsengel Tatasramani was. De Anjumas beseften dat Ananda, voordat hij naar de aarde dirigeerde om onder een mens te zijn, hij reeds de dood had ingesteld op aarde. En nog meer begrepen zij dat de macht en de kennis van hun schepper nimmer door hen geëvenaard zou kunnen worden. Het zal daarom voor altoos zijn dat geen enkele Anjuma, als de dood zijn intrede heeft gedaan, dat ongedaan zal kunnen maken. Want de dood was voor hen op aarde. Het maakt dus niet uit hoe groot, oud, modern, geavanceerd, high-tech of zelfs waardevol de wijsheid van de mensheid is. Er zal nimmer iets ooit in staat zijn om dat wat Ananda heeft geïnstalleerd ongedaan te maken. Zijn wijsheid kan nooit worden geëvenaard. Slechts hij bepaalt over leven en dood. En dat was het voor de Jeyetaki van deze week. Veel luisterplezier verder. Prima, het is heel toepasselijk, vind ik. Voor, jawel. En dus het moment, dat is de situatie waarin wij als natie verkeren. Juist. Van is van een heel grote zoon. Ja. Dan kunnen we wel ook nog even meedelen wat we gisteren hebben meegemaakt, denk ik. Dat was wel interessant, dat kwam ineens op ons pad, dat we bezocht werden door een buitenlandse delegatie van RTL Televisie. Wilt u daar vandaag iets over vertellen of gaan we de mensen verwijzen naar... Nou, wat ik heb, wat ik niet zoveel te vertellen heb, is dat in elk geval de mensen die zich druk maakten over hoe, wat, waar en opgepast dit en zo, dat zij zich helemaal niet daarover hoeven druk te maken. En wie alleen wie boter op zijn kop heeft, die waagt zich niet in de zon, maar dat het gaat smelten. Juist. En ik heb niks te verbergen. Dus, en de mensen zijn niet in met de intentie. We hebben heel goede afspraken trouwens. Openlijke en intentie. Want mijn hele team was daar aanwezig. Mijn juristen waren aanwezig, iedereen. En ze hebben van tevoren gebeld. Terwijl wel snel op elkaar. Maar het is ook, en ook aangewezen van als je een bepaald niveau qua het goede van Winti wil. En dat is door andere Winti beleiders zelf bepaald. Voor ons, ga dan naar Akatakondre. En in deze moet ik, dat vind ik dan, niet omdat hij te veel naar mij verwezen, maar in een vorige setting had ik ook meneer Selma geprezen over zijn houding wanneer het gaat om elkaar respecteren. Hmm. Waar toen ergens bij het bezoek van de Asantigene uitgenodigd door de regering. Om ergens te zijn voor onze meningen. En ja, iedere groepering was daar uitgenodigd.
En ik zat daar ergens, en ik moest staan daar in de buurt van kabinet-president, daarachter bij het perscentrum van de president, daar was het gehouden. En verschillende religie, mensen die leiderschap in Winti of met Winti bezig zijn, kwamen daar. En Salman, meneer Salman, ondanks dat we van mening verschillen en bepaalde dingen niet op een manier benaderen, maar hij was een van de weinigen die de rechtstreeks kwam en wist hoe het hoort dat je moet komen groeten. En ik heb het ook later ook gezegd en nog steeds, het maakt een indruk. En heeft het weer bewezen, de mensen hebben mij daar gezegd van, meneer Salma is een van de personen waar wij advies hebben gevraagd. Mm-hmm. En hij heeft toen bewezen van, als je dit wil, op een bepaald niveau moet je naar meneer Magna. En dat vind ik heel... Dringt respect af, toch? Ja, en heel tof. Je moet toch een beetje jezelf zijn om dat te kunnen. Ja toch, hij is niet eigenwijs of ijdel gaan handelen. Mm-hmm. Vooral op het gebied waarop ze wilden gaan. Het gebied waarop ze wilden gaan, dat laat ik nog te zaakjes. Mm-hmm. Men moet op RTL 4 gaan letten. Mm-hmm. En dan zit men in, het gaat voor miljoenen worden uitgezonden. Mm-hmm. En het is een heel positief iets. Yeah. Mensen moeten niet denken dat de mensen zijn hier geweest om me in een vaststreek te lokken of wat dan ook. Dat is niet het geval. En laat mij dat ook vermelden, als ik een document nodig heb en ik begeef me richting CBB en meneer Salman werkt daar, hij heeft een bepaalde leidinggevende functie, dan laat hij mij niet als geestelijke daar in de rij zomaar staan. Zoals andere geestelijke geholpen worden, niet dat je bevoorrecht wordt, maar hij, en binnen no time weet iedereen dat ik daar ben, binnen no time weet hij ook dat ik daar ben. En binnen no time weet iedereen dat hij mij heeft geholpen. Persoonlijk zit hij zich in. Dat ik zo'n document kan krijgen. Hij weet, hij kent de inzet ook van hoe ver ik kom. En hoe belangrijk het soms kan zijn. Soms speelt de tijd ook een bepaalde rol. En ik bedank hem daar altijd. Wat dat betreft hebben we een open relatie. Ik heb laatst meneer Selwin in Nederland ontmoet. Als jullie goed geluisterd hadden, was ik in een programma en ik kwam ook binnen. Maar hij was niet voor het programma uitgenodigd. Maar hij was daar, hij zei niet waar, nee, wegwezen. En ik gaf even een insteek. En vond ik prachtig, ik heb erop ook gereageerd. Vanaf Naku schreef Chirang Atiki, omdat wij soms onder de lijn. Maar juist omdat we dat wel lezen, we leren voor schrijven, we maken banje. En dan gaan we kennis uitwisselen en dan toch weer vinden in duisternis, we vinden in een tunnel, we vinden een lichtpunt. En dat is heel mooi. Gisteren zei nog een top journalist daar, Roy van hij volgt ons goed en hij zei, er is minder rivaliteit tussen de Winti. Vroeger was van dat dit tak zo, dat dit tak zo. Er is minder. Is omdat we ons professioneel gaan opstellen. We gaan minder letten op wie, wat en zo. En dat hebben we nodig. Omdat we allemaal voor een goede zaak. We zeggen we gaan voor een goede. Dan moet je het ook bewijzen. En ik beloof ook hierbij dat ik ook namens de Wintergemeenschap de gezichten niet zal laten vallen. Mino Chassien Koinatori. Ik zal mijn beste beetje voorzetten om Winter zo positief neer te zetten. Want daar, die onderscheiding is mij komen maken. De positieve kant en dat er wel een zwarte kant is. Ja toch? En dat er wel een positieve, en dat is wel op dat niveau van RTL, als zij erkennen dat er een positieve kant is, nou dan moeten we gebruik daarvan maken en de positieve kant laten zien. En dat is ook gebeurd. Mm-hmm. Maar ik wil nog niet voor zaken vooruitlopen. Er is een interview geweest, opname, demonstratie en ontvangst. Vooral de ontvangst, want het is ook keurig, we hebben ze ook keurig ontvangen. En
Men zal zien wanneer het zover is, wanneer ze alles goed gemonteerd hebben. Maar ik denk dat het programma in Nederland via de RTL wordt uitgezonden. Ik weet niet, dat is het SBS. Nee. Of, ja, we zullen zien. We zullen zien. Ja. Het komt wel op de televisie in Nederland uitgebreid. En dan zit u weer, dan was hij daar aan het babbelen. Ja, maar wel nog met minder stem, hè? Het is... Ja, mijn stem was gisteren totaal weggevallen. Ja. Totaal. Ja. En je ziet wat het groene kruid kan doen. Ja. En het geloof. Juist. Ik was wel, ik heb genoten van hoe u bepaalde vragen pareerde. Echt met heel veel respect en ook tact. Dan mag ik nog zeggen, het journalist tegen mij van... Ik heb daarvan genoten, u heeft dat professioneel gedaan. Maar ik snapte. Ik vond meer met mijn stemband. Ja. Ik vond het zo belachelijk dat mijn stem zo klonk, man. Ja. Men vond het. Er zaten goede stukken in. Ja. Ja. Ik blij dat te weten, eigen los ding dus. Ja, we gaan het er niet verder over hebben. Oké. Dan gaan we ook. Hebben over wat er vandaag gaat gebeuren. We hebben het al heel kort aangestipt. Er zijn twee inkaptingen. En eentje die krijgt vandaag zijn. Wat heden? Ja, zijn inkaping. Ja, maar hij wordt extra. Ook het is geen gewone inkapting meer ook. Het wordt een man met een titel als Bassi. Juist. Ja. Maar in gesloten kring. Ja. En zeer besloten kring ook rekening houden met het gebeuren. Mm. In gesloten kring wordt dit gedaan. En het kan worden gedaan. Ja toch? Ja, en dat is de kracht van Akata. En het is een heel bijzonder persoon in handel en wandel. Ja, dat is waar. Karakteristiek. Ja. Hij is wel van... En dat moeten we de mensen wel meegeven. Hij is van Afrikaanse afkomst. Maar petje af. Hij is een etiket waard. Ja. Ja, maar wie en wat, dat wordt men in de toekomst. Het is niet voor hier in Suriname, maar voor... Deze ene kapitein vertrekt na een tijdje terug. Ja. Na zijn behandeling, volgens mij 1-2 weken daarna terug. Maar dan gaat hij de geestelijke kant van Kunye Akata, ja. Europa, helpen en leiden. Juist. Dus het geestelijke kan helpen. Het bestuurlijke kan zit al goed. We hebben bestuur daar. Maar hij gaat ook in de top daar zitten. Zoals onze edekapte hier. En de weg plaveien voor you never know wat Akata volgend jaar allemaal in planning heeft. Ja. You never know. Blijft hij afgestemd. En blijft u luisteren en volgen. Is er een andere mededeling? Ja, er is. Even een mededeling tussendoor. Deze mededeling is speciaal voor de mensen in Nederland die erom gevraagd hebben. Het gaat om onze tapjarenpre. Ja, die wordt bijzonder. Het wordt zeker bijzonder. Het thema zal zijn Luangu, Apuku en ter afsluiting een bijzondere Ingipoku. En het gaat over de Maraingi. De Maraingi. En hoe, wat, waar en zo. Dat zullen jullie andere Majalzo afleveringen horen. Er komt een speciale intro over dit. En, maar de mensen wilden weten of er bussen worden ingesteld. Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. En waarschijnlijk... de cleaning is dan ook Alakondre. Is Alakondre. En weten de mensen het alvast. Maar je ziet heel wat mensen uit Europa beginnen aan te komen die tijd. Willen het alvast weten. En het is ten 21 december, juist. Ja, wat het een heel... bijzonder tapjaar. Ja, ja. Ja, precies. Maar daarvoor hebben we 13 en... 14 december. 14 december hebben we de Purkonadoro van Bassi Esayas. Zo is het. En dat wordt een bom. Ja. Bassi Esayas, alias... Mohales. Hij, in het dagelijks leven is hij gewoon jurist. Ja. En hij leeft meer van Bassi Soroko. Want hij leeft meer in vliegtuigen dan... ook in het vliegtuig, soms vraagt men, is er een dokter? Mensen kunnen ook vragen, is er een Bassi? Okay. En dan weet je wat er gebeurt. Want Mo zit bijna
eenmaal toen hier in een vliegtuig op weg naar een andere land. Ja, vroeger, toen ik klein was, had je Flying Doctors. Ja, Flying Basis. Flying Basis. Maar wat wezen moet, zal zo zijn. Juist. En 13 en 14 komen jullie naar Mozen, lange benen. Kijken en zien wat er allemaal te doen. En iedereen is daarbij uitgenodigd. Ja. We doen dat in plaats van moe. Dat juist. Maar, alleen u mag dat. Ja, ik mag dat. Yes. Maar hij zal zelf zijn. Trouwens, hij is een man van puntjes op de i. Dat is waar. Ja. Je ziet dat hij zijn werk, zijn vak. Ja, hij is bijna zo'n. Perfectionist. Ja, hij is een prof in zijn doen. Ja. Je wil niemand met niemand vergelijken. Maar Trawaiko, Mo is heel professioneel. Heel erg professioneel. En dat is het geluk dat het instituut heeft, dat we mensen hebben die heel. Copy zijn. En hun echt zijn best doen om. Het instituut vooruit te helpen. Jawel, zoals gisteren ook. Ik mag niet jokken van het hele team, het juridisch team, alles dat bijstond. Ja. Afstand, maar waar nodig, de wenken gaven. Niet aan mij, maar wat dat ding. Heel professioneel bleef uitlijnen. En het is iets geworden. En dat zo is het. Ja, dat was het. Ik wil ook even mensen bedanken die zoveel reacties geven. Want we hebben vorige week na de uitzending zijn we naar Akata gegaan. We hebben een activiteit meegemaakt waarbij de wind die, of nee, waarbij iemand een week lang heeft gebaard. En door de wind die met de houwer werd. Gekapt. Ja, duizenden mensen. Meer dan mensen zijn gekapt. Volgens mij is het al bijna 25 of 30 jaar ik heb bekeken. Maar als je de reacties ziet, er zijn zoveel positieve reacties. Kan ik alles. Ik wil de mensen bedanken, want je kan niet ingaan op al die reacties. Nee. Het enige dat wil zeggen, je hebt geen chemische houwers. Nee. Oh en, ja, er zitten ook een paar flauweriken. En ja. Je hebt ook geen die. Die littekens zijn ook niet chemisch aangebracht. Nee, die zijn in de nieuwsbrief terug te zien. Ja. Maar ik wil echt de mensen bedanken voor al die positieve reacties. Want het is echt hartverwarmend elke keer weer. De mensen die ons continu steunen, maar ook nieuwe mensen. We krijgen heel veel verzoeken, vriendschapsverzoeken. We hebben duizenden heel mensen, veel, maar je kan alleen maar volger worden. Juist. Ja. Dus, en dat meld ik ook. Ja, meld en het goede zal, ik blijf erin geloven, het goede zal steeds overwinnen en overtuigend zijn. Niet vandaag, niet morgen, maar overmorgen heb je het wel. En zo zie je dat er duizenden mensen zijn bijgekomen. En ook de mensen die deze week, een aantal mensen hebben me benaderd, die zijn nieuw, die in het Winti gebeuren. En ze vragen hoe en wat. En dan, sommigen die willen de Krasikke Somani kopen, maar anderen die weten niet dat we een YouTube kanaal hebben. Wat bleek dat die Krasikke Somani case, laatst hebben we een druk weer gehad toen ik naar Nederland ging. Ja. Is er ook naar Nederland gepost en overal is het weer uitverkocht. Ja. Het is klaar. Het is klaar. Er komt er weer een nieuwe druk. Ja. Nee, geen nieuwe druk, maar een herdruk. Ja. Een herdruk, dat bedoel ik daarmee. Ja. En zo snel mogelijk, ik denk van de maand, hè? Ja. Ja, oké, okay, van de maand. Dan, wat wij wel gaan doen, ik denk bijna tegen het eind van de maand, gaan we komen met een lezing. Ik zou op zijn plaats zijn. Het is nu? 15, 16. De helft van dus, de maand. Ik denk tegen tussen 27 en eind van de maand komt er een lezing. Het zal dan 29. Het zal volgende week worden bekendgemaakt. Mooi ja. Zo, ja. Wat het thema zal zijn. Wat het thema zal zijn. En waar het gehouden zal worden. Maar er komt een prachtige lezing. Omdat we ons voorbereiden op volgend jaar en om een heel programma af te werken binnen en buitenland. Heel mooi. Ja. Heel mooi. Dus iedereen moet onze social media in de gaten houden en afgestemd blijven met jou, zo dan hoort u meer. Meneer Paters, u heeft het over u had het over dat filmpje dat afgelopen week op Facebook te zien was en op Instagram, etc. Maar er was nog, we hebben nog iets geplaatst deze week. Mm. Het was die before en after foto en dat heeft ook ontzettend veel positieve reacties gekregen. Ja, die vrouw met die Pauwinti aandoening, hè? Ja.
Dat zo is dan 5 weken. Embolachtig. Oh ja. Ja, maar ook de reacties dan in de comments. Dan heb je gehoord mensen die zeggen van het is nep of whatever. Ja. Of zo, stel dat is. No. Maar dan komen de mensen die zelf. Dit hele de Najudoro. Nee, maar dat was de mensen die dan zelf geholpen zijn, die beginnen te reageren. Juist. En dan ook weer andere mensen. En die zeggen van, ik ben u heeft mij ook zo geweldig geholpen. Wij sturen niet alles aan u door. Ja. Dat is een prachtige reactie. Ik volg niet alles. Ja. De meeste dingen worden de... Oh, dat is de man hemzelf, de langbenige moe. Basie Isaias. Toekomstige Basie. Hij mag die titel nog niet dragen. Nee, dat is zo. Hey. Met zijn lelijke donkere bril, maar ja. Ik zou bijna zeggen, speaking of the devil, maar daar hebben we het niet over, maar hij is er. Welkom, meneer Morales. U bent ook weer present. Ja, zeker. En welk vliegtuig heeft u hier gebracht? Suriname Airways, SLM. Oh, okay, mooi. Goed, dan neemt u plaats. Rustig. Hij zet even zijn patatjes eigen. In de tussentijd kunnen we verder gaan. Want wat ik wilde zeggen over die before- en afterfoto. We hebben al vaker before- en afterfoto's geplaatst. Maar niet alle before- en afterfoto's worden geplaatst. Nee. Want sommige ziektes, daar hebben we geen foto's van. Bijvoorbeeld deze week vertelde Bassiani me ook over een jonge dame. En die heeft zich laten scannen. Die had een heleboel kiestes. En ze is bij Bassiani komen aankloppen. En die heeft medicijn voor haar gemaakt. En nou, volgens mij is het een week tot anderhalve week. Heeft ze weer gescand en alles was weg. Ja, ergens heb ik het nieuws gehoord. Ja. En ik was heel blij voor haar. Ja? Ja, sowieso. Maar daarin is Bassiani gewoon een kei. Zo is het. Oma van ons maakte geen grappen met Osodrezi. Zelf doktoren hebben oma toen soms geraadpleegd als het om brandwonden ging. Of leverziekte of wat dan ook. Ze was heel tof, oma Lina Plak. Daarmee, en pa Fransan, die tak met ja. Wat wij nu met griep. We vechten er tegen en hij noemde het Feba, Akrokorsu. En het was, hij zet zijn dingetjes bij elkaar en ze. Is het, en wanneer hij zover was en hij smeert je in en hij zegt van. Je vijfde met Kadrini, zodat je een beetje kan uitzien. Ja. En het was dus morgens gewoon de normale. En. Dat hebben wij ook bij u meegemaakt. Ja. U heeft zo onze kinderen ook, die hadden hele vervelende griep. Ja. Echt vervelend. En toen van Pap Frans. Ja. Het was voorbij. Precies. Zeg, wat was met overgeven juist? Hmm. Het was verschrikkelijk. En ze waren allebei zo mager geworden toen we eindelijk bij u kwamen aankloppen. En maar binnen no time was het opgelost. Eerlijk gezegd, als ik vandaag mijn stem niet had, zou ik een beetje briebie verliezen. Het was zo erg voor mij dat voor het eerst mijn stem werd. Het was wel erg. Wat er ook gebeurde, want mijn Bari, mijn Kiswintin, mijn Libi en Winti kunnen ze heel. Ja. Van alles, mijn stem is nooit meer dan een paar 30 seconden een beetje vervagen. Ik heb het nooit bij u zo meegemaakt. Nee. En gisteren was het gewoon het spoem. Eergisteren naar gisteren toe. Ja. En gaandeweg was ik bezig toen de journalisten daar waren van RTL. Ja, het was echt. En kwam het langzaam weer op. Maar het was niet wat het wezen moet. En vandaag is de bas helemaal hier en daar treble nog zo'n beetje. Jij bent muziek, je stelt muziek af in de basje. Ja. Je hebt treble, wat heb je meer? Je hebt bas, treble, je hebt. Hoe neem je die tweeters? Mid. Je hebt mid, no, mid is. Die treble is dan die titter, no? Titter of zo. Dus, pas met een treble. Maar wat vind je van mijn stem nu? Pas. Na gisteren. Gisteren was hij onverstaanbaar. Je bent nog niet tevreden, want je bent perfect. Dan maakt ze zet met z'n gie, Otto. Ja, dan. Ja. Hij is prof. Dus, treble dan aan met. Zijn er nog belangrijke dingen? Ja, ik heb wel iets te zeggen tegen die mensen die ons before- en afterfoto's bijna niet als fake zien of zo. Ja. Kan je nooit een jaar in de badja zingen, maar meer wat zingen, wat lees me best. Zet me eens zo gaan zingen. Fake, maar geen. Meer. Zet hoe je het zegt. Meer de man daki. Sani de, sani no de. Te sani micho, da sani de. Tessani no micho, dasani no de. Mr. Midek. Nou, ze lekker mee wat te lezen.
Dus dat doet me wel tegen. Maar ik vind het hard voor de mensen zijn ze van een suffer. Ja. Kijk die mevrouw die laatste bijvoorbeeld, van vrouw Pina, als je de vrouw er, wat we hier niet gaan zeggen, maar als ze de, als ze haar geschiedenis aan jou vertelt, huil je zeker. Ja. Je huilt zeker. Zeker. En dat zo iemand moet aanhoren dat het nep is. Ja. Nou, en daarom zegt men, goed dat we knapkoppen bij ons hebben, want er zijn domme mensen bestaan er, en dat zijn donkosobus. Dom is dat, ja. In doftak zo was dat. Want zelf is maar zijn takking, ze praten, ze zeggen het niet om de baby, dat, ja, ja. De takking omdat... Gewoon voor verpest om bepaalde, verpest dat zijn gewoon. Precies. Ja. Er is ook een teken van before en after, dat het filmpje wat we op YouTube hadden, dat was nog niet op ons... Het YouTube-kanaal dat we nu hebben, het is net geüpload. Dus waar die mevrouw 11 jaar niet kon zitten of staan vanwege een takroevorm van aanbijen. En dat ze genezing heeft gevonden. Dat filmpje is dus ook te zien op ons YouTube-kanaal. Het is net, ja, net weer erop geplaatst. Omo komt en Mo wil zijn zegje doen, kom maar. Ja, nee, je bent nooit zomaar hier. Want we hebben je al aangekondigd al voor 13 en 14 jaar. Heel bijzonder. Ja, iedereen uitgenodigd. Ongevraagd. Ik heb wel het recht. Ik ben de chirurg in deze. Ik snij. Anderen zijn ik kunnen ongevraagd. Mijn baro die. Hij door Obaka. Mijn baro die. Zijn een punt. We hebben het sober gehouden. Before en after. Nee, over het algemeen hebben we het sober gehouden, ja. In verband met het ingaan van ex-minister. Dat is ook geen prijsvraag. Nee, we kunnen geen prijs van... Geef nog prijs van dat. Nee. Mo. Wat je... Een lichtwachtprijs. Ook juristen kunnen op hun plaats worden gezet door Mo. Dus Sambi... Sabi habit en konabanba. Zo. Ja. Nou, even tussendoor moest ik ook hier iemand verwijzen naar Bassian. De mensen vragen ook op de app om medicijnen specifiek. Maar dan Bassian is nummer goed. Ja, precies. Dan gaan we ze niet behandelen hier. Verder is er wel iemand die. Het is een beetje. Ja, het duurt te lang voor die mevrouw. Middag iedereen. Dat was hij. Ik mis er niet op. Ik hoop dat hij weer een keertje in de uitzending is. Dus, laat me de mevrouw gelijk zeggen. Toen dit programma begon, was het niet met Ernie Wolf. Ja toch? Het is met die man die jullie gisteren zagen, Roy Ongafat. En hij had de gas, de moed, ondanks hij niet wit gerelateerd was, toch hier te zitten met mij en dit. En toen we waren onder hevig vuur, de kerk, alles viel ons aan. Juist. En we hebben ons dwars doorgeslagen totdat het vorm begon aan te nemen. Ja. Na meneer Anafat heeft het ingeleid en Ernie heeft overgenomen. Ja. En heeft ook zijn leven en zijn belang. Hij heeft zijn eigen stichting, heeft zijn cursus dat hij geeft. Heeft ze ook zijn andere werk dat hij doet. Die man moet blijven. En heel netjes op een bepaald moment had hij me al van tevoren gemeld van dat het zover is dan. Maar hij zegt wanneer het nodig is, maar komt hij gewoon af zo. Hij is nooit weggejaagd. Mensen moeten dat niet aan ons blijven vragen. Ja? En het kan ook een keer te zijn dat, kijk, Basha die kan, hij heeft ook een bepaalde... job te doen. Juist. En dat kan hij niet combineren met dit. Precies. En daarvoor zit een derde Basha hier en dat is Basha Venlo. Ja. Jullie waren niet erbij, jullie zijn erbij gekomen, ze upgraden ook op een andere manier. Ja, dan? Ja. Zodra meneer Morales in Suriname is, zit hij, ongevraagd, is hij in elke programma. Zo is het. Het zoon is van Majausu. Ja. Wat nooit ontbreekt. Ik hoorde een mooie statement een keertje van meneer Toekie in het parlement. Hij zegt dat de dag dat hij overloopt, is de dag dat hij hoort dat de president is overgelopen van NDP naar een andere partij. De dag dat Majo's misschien een beetje andere wending, en dat toch denk ik het niet, is wanneer ik ook zeg van
meneer de Morama Jauzu. Het zou kunnen dat ik zeg, ik trek mijn beetje of ik kom minder, omdat ik mensen toch ingewerkt heb. Ik ben zeker, als ik er niet ben, wordt mijn Jauzu gewoon gepresenteerd. Ja. Dus dat Ernie niet komt, betekent ook niet het einde. Het betekent juist dat die Ernie is iemand, ik ken hem, hij zegt gewoon van Tim leren toe. Zij moeten het ook kunnen presenteren. Ja. Trouwens, Hans Weten, ik heb hem gestuurd, hij heeft ook Ernie gebeld van hier en daar geef me een wenk, hoe, wat ja. of zo. Ja, natuurlijk. En hij heeft het ook gedaan, maar heel keihard. Maar ik kan geen Ernie zijn. Nee, je kunt geen Ernie zijn. Maar de uitzending moet begonnen met Jimmy Sinanga Jintwali. Ja. Het komt er. Op ups en downs. Ja. Ja. Totdat het geworden is wat het vandaag is geworden, wereldwijd. Mensen kunnen niet zonder Majozu. Overal. Is, of men gaat snel de bus in, of de taxi, of de tram, of de trein, of wat dan ook. Of men maakt men maakt vrij. Overal waar men... het zou kunnen via internet of wat om het te beluisteren. Ja. En gelukkig dat we ook men kan het terug ja, we hebben herhalingen. Ja. Dus mevrouw kan wel. En als de mensen ons YouTube kanaal in de gaten blijven houden, langzaam maar zeker zullen de oude afleveringen ook op YouTube te horen zijn. Ja. Dus helemaal tot aan de tijd van meneer Roy Ongevat. Ja, en weer van Ernie. Juist. En kijk, soms als we echt druk daar hebben, dan zetten we iets van meneer Ongevat of van Ernie. Juist. Het zijn prima uitzendingen. Ja. Bijzonder. Daarom hebben ze zo bewaard gebleven. Maar, allemaal wat ik niet kan gewoon niet zien, moesten. Nee. Je moet ook daar respect voor hebben. Wat feit is, de man van Majausu, Ramon Maknak, zit nog steeds erbij. Dat is de man van Majausu. En met natuurlijk de andere ondersteuners. Want ik kon zeggen, ik zoek een technicus hier en ik kon me elke zaterdag zelf doen. Maar dat is het niet. Je begeleidt anderen, je maakt andere mensen. En op een dag wordt het ook, al is het niet de omstandigheden, maar de tijd... Dan ben ik misschien 194 jaar. Juist. En dan dan misschien 94 moet ik. Of anderen moeten het kunnen. Want het instituut, of Jozef. Mathilde. Of Mathilde, ze moeten het kunnen leiden. Ja. Dus laten we God danken dat het nu is wat het is. En nog beter kan zijn. Toch is je dat we komen bakken naar Majausu voor vorige week toen we hebben over Telebigisma Telema Edu Abunda de Ma Elibengi de Pchiwana Baka. Daar heb ik teken Abraf Chagodoro voor Gide Trawan Baka. Dat is Majausu. Dus als je ook eens is Masa Ekong, Ego Ekong, je mensen in een gentuali. En niemand weet dat beter dan. Er niet eens wat beter van ze kunnen vertalen. Oh nee, dit kan later. Maar ook op FB krijgen jullie weer een verzoek op niks uit dit. Maar dan verwijs ik ze later naar jullie. Ja. Maar jullie doen dat automatisch. Laat de mensen weten dat ze mij niet rechtstreeks tot mij praten op de... Social media. Social media. Ik heb mijn team die daaraan werkt. En mijn adviseurs en de mensen. Ik... zeg maar voor 90% kom ik wel, kijk ik wel even mee of zeg van nou zo is het goed. Maar soms soort van volle verantwoording kunnen ze wel op zich nemen omdat ze daarna ingewijd zijn en kennis van zaken hebben. Dus niet altijd naar Ramon dat je takje of je is aan niet. Nee, ik kan wanneer het echt goed wordt of ik zie dan dat niet met andere wending of het is een ingewikkelde vraagstuk, dan reageer ik wel via hen. En anders zou je echt niet kunnen, zoveel. Het zou zo onmenselijk zijn. Oh ja. Juist. Ja. Oh, en dan wordt net opgehangen de telefoon. Ja, je hebt iemand belde. Ja, iemand belde. De persoon kan weer in. We gaan bij één telefoontje houden. Ja. Oh, ik zie. Ja. Het is al bijna om. Nee, dit, ja, de ja, maar we zijn iets later. We waren ook niet van plan op telefoons. Ja, nee, vanwege... Ik hoop dat het een... Ja. Goedemiddag, met jou zo in de uitzending. Ach, ik wil die Basie zeggen. Laat hij niet hier praten.
dat is ook niet goed voor de kerel. Alsjeblieft. Ja, dan zal ik dat beantwoorden. Wat u nu zegt, dat zullen we heel vaak herhalen. Waar we al van plan, maar ja. Nou, bedankt voor de werk, want ik dacht eraan, maar het loopt uit een beetje. Ik zal vanaf nu heel weinig praten. Maar het is niet zo goed voor mijn stem natuurlijk. Dank u wel. Dan, wil ik de Edebasja ook vragen van hoe het u bevalt deze eerste tijd als Edebasja. Kunt u daar iets over vertellen? Oh. Hoe ervaart u het om... kent u alle leden bijvoorbeeld al? Strikvraag. Ja, nee, maar begint u al een beetje idee te krijgen van hoe groot de Akata-familie is? Of, lukt dat? Je praat met mij, Jans? Ja, het is zeker. Je bent toch die hele grote schermen. Ja, de mensen zien dat niet, maar hier zie je een hele grote monitor waardoor we elkaar niet goed zien. Nou ja, als in de Basja, met behulp van Bassi lukt het wel. En ik doe hard mijn best. En wat zal ik zeggen? Het lukt wel. Ja. Ik vind persoonlijk dat hij het snel heeft opgepakt. Ja, want ik kijk het niveau waarop Edebasja die kan was, was gewoon top. Ja. Vooral bij die settings daar. Hè. Ja. Maar hij moest ingewerkt worden, maar hij heeft één voordeel. Hij komt vanuit het binnenland. En mijn kondre is daarop gestoeld op het systeem van het binnenland. Crew te houden, alles dat we gaan beginnen aanpakken volgens het binnenland. En daardoor heeft hij rassenschreeuw het kunnen bijhouden. Ja. Je hoort gelijk die in, je ziet het systeem daar. Dus hij is het gewend, zijn vader zelf is de kapitein van ergens. En ook die nieuwe is de kapitein. Die is ook van het binnenlands afkomst, wel meer Europees, maar je ziet, die nog niet bij Masani. En dat is voordeel. En daarom heb ik ook voor hem gekozen. Maar je merkt het ook in binnen. Ja, maar dat bedoel ik. Dat hebben ze. Dat is een van de mooiste manieren om democratisch iets te beslechten of een kroete te houden. Ja, toch vergadering. Ze hebben het in zich zitten. Dus daarom heb ik voor dat gekozen. En onze Erik Kapteen dat van stads af is, hij is ervaren. Volgens mij sinds het bestaan bijna 30 jaar zit. De kapitein Serge Juan al bij me, dus hij kent alle... Die man is taalvirtuoos. Juist, maar het verschil zit in dat hij toch op één lijn zit qua handelswijze met de kapitein van het binnenland en de Edebasja. Hij snapt het sowieso hoor, maar ik laat ze veel met elkaar afstemmen. Dan krijg je één lijn, één niveau dan. En deze mensen hebben het van hun voorouders, van het is me ook met jou van kind tot kind. En ze hebben hem ook onder handen genomen in zijn dorp. Hij is opgeroepen door zijn pa, homo's van dat en dat en dat. Ze hebben het heel ernstig opgenomen. Ja, en ik ben ook gefeliciteerd met hem door de Gramang, van waar hij afkomstig is. Dus beter kon het niet. Buitendien is hij een zeer intelligente kerel ook. Goed geschoold en dat helpt ook weer een beetje mee, geen Kosovo toestanden. Ja. Juist, maar dan die sociale opvang van die achterban, dat heeft die lat natuurlijk goed hooggelegd. Hè? Dus aan op keuze. Ja, hij heeft geen keuze. Geen keuze meer. Ja, sociale opvang. Zie je hem ook? Ja, dat vind je heel jammer. Dat praat ik minder. Ja, dat voel ik. Dus, eentje. Aladdin, de meer kan botak all eyes on you. Ja. Dus na presteren nu. Maar sabi de taki mooi, abi taki mooi zo tu. Want hoe ben je met de mooi taki? Ja, dat klopt mooi taki jou nog papa. Mo luri tu wanneer is het 13, no? Ja, dat kijk je daar. Dat was ja maar kata kenna. Bijna mek heb ik hier zo'n. Want al heb je daar een poe. Al hoog je daar een. Homie, al hoog je daar een. Hoog je
Au je begint te misschien. Van mijn kant wil ik dan aan ieder nogmaals condoleren met het groot verlies. We sluiten zo af en trekken ons dan terug. En richting Akatakondre. En hopen dat de mensen met de genade van Gods de komende tijd de familie van meneer Lakin en ook de familie van de Seders het kunnen verwerken en door kunnen gaan. Want wat feit is, ze zal door moeten gaan. Maar het is hoe. Ik, van mijn kant dan ben ik uitgesproken voor vandaag. Misschien hadden jullie nog iets aan toe. Nee. Ik denk niet aan dat dat stuk al is geweest. Maar voor mij zei het me frustreert. Basanga Foyari. Oké. Okay. Basanga Afro. Een gezin. Okay. En me frustreert me schrijf aan Foyari. Want je bent erbij. Hartelijk dank. En alleen, nogmaals, alleen honderden, we zijn vanuit duizenden, maar die versterren me toe. Daarom denk je dat ik niet beantwoord met telefoon, anders wordt het gek. Oh ja. Ja, ik kan niet het trillen continu. Het doet alles. Ja, nee, anders wordt ik. Maar ik bedank ze, ik weet dat de bedoeling goed is. Ik bedank ze uit de grond van mijn hart. En voor zij die het Winti-huwelijk willen terugkijken, het is op ons YouTube-kanaal te zien. Ja, en in de vier delen. Voor degenen die wilde plannen hebben willen trouwen met elkaar op die manier, hebben we ook twee officiële beëdigde huwelijksambtenaren. Ja. En zeven basis. Ja, en ja, voldoende juist. In huis om een geweldig huwelijk te organiseren. Dus, ja. En dan wil ik het slotwoord wil ik vandaag aan Ya, so masa gangaru urai gantangi uida kafu upilia kibaka uwe isi iwo kofi iburu woko hensi uko kodu no ibunu woko fi enda pati nyusu da deo tuwa deo yo na limbo itibe deo yo limbo de nabitasi itibe deko si en kudina andetu uta begi hi de Melkai de 2020 de uta de sueri gado hile tu uta begi datangi ta kudeo tuan fude biwa kafe situ uda de itangi uiwo kudide bitado ibunu woko de dude disada wabaka fu chengo do waki mano u begi gado tu bea luku takta nason fuse uta du apa itiso ma oto seme libi oto seme uta hiepi Oto seme kodo seme uta bei moiti moksi kusei. No ichawa ifaside tanga tanga. Bode tampo baka kufesidao. Bode no ndade gantangi. Hide seme deta haika. Wang sutidaka godo utide. En use unta bigidao tu bo sa tampo. Tu bika fao tampo akino unu utampo da. Uda unu gantangi. Director. Thank you.